jamstalk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop, jamstalk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok, jamstalk. Voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de jamstalk. Yo, wat is good champs? Wij zijn hier met Leon Jansen en wij gaan UFC 285 nabeschouwen. We gaan een recap houden. Hey Leon, ik ben, mijn stem is een beetje weg, man. De muren en de deuren hebben me gelukkig hier overleefd. We hebben met de groep natuurlijk van champs dat hier in de studio nog gekeken. Het was een gezellige avond. Het was een gezellige ochtend. Ja, toch? Het was gezellig, het was leuk, man. En we hebben genoten, man. Ik kan je zeggen dat het qua UFC-avonden een van mijn beste avonden was. Ook omdat John Jones natuurlijk met de kerst op de taart kwam. Ja. Weet je wel, niemand kan nu ook meer zeggen van hij is geen GOAT. Zelfs UFC post een foto van hem met John Jones is the GOAT. Ja. Dus het is gewoon de GOAT. GOAT of all GOATs, man. Ja, wat vond jij ervan, man? Hij was het al, inderdaad. Hij heeft dus gewoon niet te bewijzen, inderdaad. Het was nog beter dan ik had verwacht. Ja, ik ook, man. Ja, ik ook, man. Zo, het was inderdaad veel beter dan ik had verwacht. Inderdaad, veel beter. Maar wel logisch. Ik dacht dat het decision zou worden, inderdaad. Ja, nee, dat had ik niet verwacht. Maar ja, hij zou een statement maken, maar dat is het gewoon. Hij is 3 jaar niet geweest. Hij is serieus gaan trainen. Elke dag serieus. Goed aan zijn training houden. Voor die tijd deed hij me wat aan. Dat vond hij feestig heel leuk. Beetje vrouwtjes gaan rijden. En hij was heel serieus. Ja, nu is hij 3 jaar serieus. Ja, dan kan je alleen maar vooruit gaan. Dus ik had niet anders verwacht eigenlijk dan dat hij snel zou finishen. Ja, ik had dit eronder verwacht. Maar ja, top. Echt mooi. Wat een prestatie. Ja, hij was met 2 minuten klaar, man. Ja, precies. Dus, ja, mensen, Sirokan is wat sneller, hij is wat stijver in zijn box en zo, maar hij slipt ze gewoon uit, hè. Hij slipt de stoot eruit en hij pakt hem. Ja geweldig. Ja. Wel even een trap tegen John Jones' ballen aan. Dat weet wel. Je wel. En ook John Jones was daar heel snel overheen gerecoverd. Ja. Weet je wel, het is toch wel iets anders van een heavyweight een trap krijgen tegen je ballen, hoor. Dus, natuurlijk, zeker weten. Ja. Dus man. En toen dacht ik al van, oh, John Jones wordt nu echt nog bozer. Want hij kwam al best serieus de walkout, weet je wel. Na 3 jaar, hij genoot ook, deed zijn armen zo weer van, ik ben thuis, weet je wel. Lekkere gevoel. Ja. En man, verrassend, man. Ja, ik zat vol zenuwen, voor mijn hart ging tekeer. Ik zei nog tegen boys hier van, boys, ik heb ruimte nodig, want als er iets gebeurt, ik weet niet hoe ik ga reageren, weet je wel. Max zat nog voor mij. Max was een beetje bang. Hij dacht, dadelijk voel je me aan en zo, weet je. Ik nam gewoon expres mijn ruimte en zo. Dus alles is goed gegaan, man. Gelukkig, man. Gelukkig duurde het echt, gevecht duurde officieel 2 minuten en 4 seconden. Ja, het was heel kort. Was heel kort. Ja. Maar geweldig. Echt. En John Jones bewoog best wel lekker. Ja, hij zei wel, ik voel me een beetje sloppy, maar hij bewoog best wel lekker. Ja, zeker. Dat deed heel goed. Dus ik kan niet anders wachten. Aanpassen. En nu ik zijn tegenstanders goed studeren, deed hij altijd dat wel. En dat aanpassen is mogelijk geweldig. Dus ja, mooi. Echt klasse. Nou ja, en de volgende Miocic, die gaat ook gewoon neer, denk ik. Ja, man. Ik ben wel benieuwd als die 5 rondes moet, hoe die nu met zijn lucht zit. Nu die zo zwaar is. Ja. Ja, wel zeggen ze... Oh ja, Miocic, omdat hij wat zwaarder is inderdaad, hè? Ja. Ja, wat hij dan gaat doen, inderdaad. Ja, maar ik denk dat John Jones hem ook binnen 3 rondes gaat finishen, man. Zijn reach, jongen. Sowieso wel beter. Ja, man. Dus, maar ook staat is John Jones gevaarlijker. Ja, dus leuke partij. Ja, een paar stoot en trappen zijn er geweest en dat was het. Ja, het was snel voorbij inderdaad, weet je. Ja. We hebben meer genoten van de opkomst, de interviews, de persconferentie en de interviews erna, na de gevecht, weet je wel. Want ik ben pas in de middag pas weer gaan slapen, man. Ik was zeker 35 uur wakker. Ik was zo benieuwd wat Dana White ging zeggen. Ik was benieuwd wat John Jones ging zeggen. En ook Cyril Gane is gewoon gentleman. Wat een mannetje. Zijn eerste echte verlies, zegt hij. Want tegen Francis Ngannou zei hij van, dat was close. Het was decision. Kon ook naar mij eigenlijk gaan, zei hij. Weet je, ik maakte een fout. Hij zegt, maar dit is mijn eerste echte verlies, zegt hij. Weet je wel. Dus dit doet pijn, zei hij. En hij zegt, dit doet pijn met... Je hebt toch lachen nog erbij, want dit doet pijn en dan lachen, weet je. Dus, ja man, ik vond het goed van hem dat hij toch nog zijn woord heeft kunnen doen. En John Jones was gewoon super blij
Ja, man, ik voelde echt thuis. Ik heb tranen gekregen. Ik ben zo blij. Het is echt de beste dag in mijn leven geweest. John Jones is gewoon de ultimate GOAT, gewoon, man. Ja, ultimate zeker. GOAT. En hij staat gewoon even qua record. Is hij gewoon, als je die decision, die no contest tegen DC weghaalt. En je haalt die disqualificatieverlies ook weg. En je zet dat gewoon op winst. Dan is hij gewoon 29-0. Hij heeft nooit verloren. Nooit verloren, inderdaad, man. Nee. Ja, man, interessant, man. Wat vond jij van Ciryl Gane? Hij is voor het eerst achteruit gaan lopen, hè? Hij ging echt achteruit lopen. Maar ja, wel, hij vecht dus altijd, weet je wel. Dat bewegelijk. En, ja, ik denk dat hij echt aan zijn wrestling moet gaan werken. Nou. Ja. Nu twee partijen gebleken. En zijn submission defense en zo. Dus ja, dat... Dat is wel een dingetje voor hem. Ja, John Jones heeft dus op submission in de eerste ronde gewonnen. En hij deed dezelfde submission als tegen Lyoto Machida. Alleen dit keer laag ze op de grond. Ja, klopt. Ja. Ja, en zei, ik voelde gewoon, hij kan hem vast. En ik, dit gaat snel gebeuren. En hij deed Hij was ook gewoon, ze hebben ook gewoon met Henry Cejudo ook erop getraind. Dat voorheen John Jones nam een positie en dan hield hij nog wel eens lang vast. Maar nu doet hij scramblen, andere posities, veranderen dit, dat. Dat die andere niet kan nadenken en eruit kan komen. Het was heel, heel, heel impressive om dit echt te zien. Het was echt, zoals Dana White ook zegt, er is geen level. John Jones is de level. Ja. Er is geen level, bro. Er is, John Jones is gewoon de level. Klaar. Ja, dat ben ik met me eens. Ja, is geen discussie over. Hey, we hebben beide de vechters goed, man, alleen. Jij was wel close met de rondes en dat soort dingen, weet je wel. Met de finish was je close, dat wel. Ja. Maar we hebben gewoon beide de vechts goed. Ik had John Jones op punten. En jij zei TKO derde ronde. Ja. Dus ik ben sowieso blij dat John Jones heeft gewonnen, man. We hebben allebei zwaar onderschat. Ja, zeker. Ja, ik moet wel zeggen, kijk, Ciryl Gane is wel... Het is wel echt een vernieuwde heavyweight voor UFC, weet je wel. Alleen ja, hij is niet zo heel goed op de grond. Ja. Weet je wel, niet tegen mensen qua echt... goed worstelen, weet je wel. Tegen basic worstelaars misschien kan die nog wel wat, maar echt tegen de next, nee man. En John Jones heeft gewoon, en mensen dachten wel uiteindelijk, John Jones gaat winnen in de late rondes, net als jij. Maar niemand had gewacht dat dit in 2 minuten gewoon, niemand had dit verwacht. En ook gewoon nog op submission in 2 ronden, nee. Bijzonder inderdaad, man. John Jones, goat, man. Wow. Hey, Valentina Shevchenko, man. Upset, man. Wat is daar gebeurd, joh? Ja, mooie partij. Hele mooie partij, man. Wij zitten nog steeds een beetje in shock. Vooral Stilo wat het zwaar. Stilo wat het zwaar. Stilo is heel erg veel fan van Valentina Shevchenko. Maar die man zei, deze moet ik wel even slikken, man. Hij was de hele dag was hij stil, tot John Jones won. Ja, op zich, het ging aardig gelijk op. Ja, dus... Ja. Ja, zelfs Valentino Shevchenko, die had meer takedowns. Grasso had helemaal geen takedowns. Nee, klopt, helemaal niet. Ze heeft er 2 geprobeerd, weet je wel. Ze heeft wel takedown attempts, maar 2 is niet geslaagd. En Valentino heeft er 6 geprobeerd en 4 heeft ze geland. Ja. Ja, het was... Ja. Mooie wat partij, vond je van Alex? Tot het einde moet je door, hè. Ja. Wat vond je ervan toen Alexa Grasso die stoot gaf dat Valentina Shevchenko toch even naar achter ging en van zo, oké, weet je wel, ze onderschat veel tegenstanders Valentina Shevchenko. Maar dit onderschat ze op dat moment niet meer. maar die ging er lekker op. Je ziet gewoon op een gegeven moment het klasseverschil van wie heeft mentaal het meeste doorzettingsvermogen nog. Ja, en dan toch Grasso, ja, mooi, echt mooi. Ja. Zo kan het lopen. Ja. Zeker, ik moet wel echt zeggen dat er in die divisie heel weinig tegenstand zit. In de vlieggewicht van vrouwen is totaal geen tegenstand. De enige tegenstand die Shevchenko ook in haar carrière heeft gehad, is Amanda Nunes, Tayla Santos en nu Alexa Grasso. Ja. Buiten dat heeft ze gewoon echt nobody, die is gewoon echt walk overschat. En daardoor snap ik wel dat ze haar tegenstand onderschat. En dit is ook mijn reden dat ik Shevchenko nooit als de next heb gezien. Nee. Voor mij is altijd Amanda Nunes en dan zelfs Chris Cyborg. En dan komt Valentina Shevchenko. Weet je wel? Dus, ik heb haar nooit echt... Iedereen heeft mij de hele tijd gezegd, maar ja, ze is echt goed. Maar ik denk altijd van ja, maar de tegenstanders die ze krijgt zijn gewoon walkovers. Ze heeft nog nooit echt een challenge gehad.
En tegen Tyler Santos, ik had Tyler Santos op winst. Ze heeft in mijn ogen ook echt gewonnen. Ook als die headclash niet was gebeurd, ja, had ze nog helemaal al gewonnen, weet je wel. Want ze misschien zelfs gefinished. Dus ja, en Shevchenko heeft nu dan tegen Alexa Grasso, Tyler Santos bracht de blueprint. En je ziet wat Alexa Grasso doet. Die choke zat er heel goed in, man. Die zat heel mooi, Die choke ging eraf en haar gezicht was gewoon helemaal rood. En hier was gewoon helemaal alsof ze een baard had van wit, weet je. Die was serieus. Alles was afgesloten. Er kwam geen zuurstof meer binnen. Je hebt het teruggekeken. Hoe keek jij dit terug? Ja, ik wist de uitslag niet, hè? Dus ik weet de uitslagen niet. Dus, goed. Dan is het anders geen reden aan natuurlijk. En nou kun je dus goed de uitslag kijken en even een beetje een replay. Maar mooi. Ik vond het een mooie partij, sowieso lekker gelijk op. En ik denk van, als hij zo doorgaat op punten, dan pakt Shevchenko het wel. Maar dan toch komt hij choke. En geweldig. Mooi. Het is echt leuk. Ja, man. Leuke partij. Leuke partij. Heel leuk. Het was een hele goede partij. Ik ben niet snel tevreden over vrouwenpartijen. Ik vind vrouwenpartijen op het algemeen echt. Ik denk van, In de UFC is het minder, klopt, man. In de UFC is die vrouwenpartij echt minder. Ik kijk veel ook naar One Championship. En daar zijn die vrouwenpartijen toch echt wel heel anders, man. Veel finishes, veel submissions. Er gebeurt veel. Weet je wel, weinig decisions in vrouwenpartijen. Weet je, er gebeurt heel veel daar. Weet je, dus en als ik dan naar de UFC kijk, dan valt het gewoon heel erg tegen op 3, 4, 5 namen na, weet je. Nu laat Weili Zeng ook gewoon zien, weet je. Ook een Aziat, weet je. Dus... Ja. Maar er is veel gebeurd in dit partij, man. Veel gebeurd, zie ik, man. 87 significant strikes van Valentina Shevchenko en 59 van Alexa Grasso. Totaal aantal strikes heeft Alexa Grasso wel 182 en Shevchenko heeft er niet eens 170. Nee. Dus man, veel gebeurt, man. Veel gebeurt. En met één submission lag was het al klaar. Ja, ze vergaat. Dat is de sport. Ja. We hebben een nieuw kampioen, man. Wat denk je? Wie is next? Tyler Santos? Of sowieso de rematch? Ik denk Tyler Santos. Ja? Ik denk eerst dat er nog een rematch gaat komen, man. Ja. En dan, de winnaar gaat dan tegen Tyler Santos, denk ik, man. Ja, misschien, ik weet niet hoe ze het in het contract hebben afgesproken. Hè? Dat, Er gaan wel ook de interview van Alexa Grasso zei ze wel van ik ga haar wel een rematch geven en dat soort dingen. Oh, ja. Grasso is gewoon ervan overtuigd dat ze de rematch ook gaat pakken. Ja, ze doen het goed, zo die Mexicanen. Drie champs kampioen, hè? Drie Mexicanen kampioen, hè? Zeker weten. Eentje interim kampioen. Ja, man, het is kampioen. Ja. Ik ga naar de uitslag van dit. Jij had Shevchenko op punten. Ja. En ik had Shevchenko op KO TKO in de vierde ronde. Nou, dat is andersom gebeurd. Ja, precies. Dat is deze gewoon helemaal fout, man. We zaten allebei helemaal naast. Ja, nou. Ja, we zaten er allebei. Maar veel mensen zaten hiernaast, hoor. Veel mensen zaten hiernaast. Ja. Hey, dan gaan we snel door, nou. Naar Jeff Neal tegen Shavkat Rakhmanov. Dit is een partij geweest wat een beetje mijn props mag geven. En dit is een partij geweest wat veel mensen hebben onderschat, man. Veel mensen hebben dit onderschat, man. Want Shavkat Rakhmanov is toch echt getest. Hij is hard getest. Ja. Wat vond je ervan? Maar hij pakt hem wel. Hij pakt hem wel, zeker. Ja. Dat laat hij ook wel zien. Maar dit laat mij echt wel zien dat hij nog een lange weg te gaan heeft. En dat hij echt niet voor een kampioenschap moet gaan roepen. Want na de partij begon hij gelijk voor een kampioenschap te roepen. Nee. Doe nog maar 2, 3 partijtjes. Ja, ik denk dat hij het wel zou kunnen. Kijk, hij heeft wel hardheid, hè. Zijn hardheid is echt zo. Hij herstelt zich toch steeds weer goed. En ik voelde een knolpartij. Het is echt een knolpartij. En Jeff Neal, zoals altijd, klappen natuurlijk. Gewoon beuken. En, hij was wel overweet. Hij had wel zijn week gemist, hè. Dat mag ook gezegd worden. Zeker weten. En en Shavkat zei na de wedstrijd, dat niet zijn beste partij was. Dat hij het veel beter had kunnen doen. Dat hij zelf niet tevreden was. Dus dat is een goed inzicht op zich. Dus als hij daaraan werkt, dan wie weet wat de volgende brengt. En hij is lekker bezig. Zo. Maar wat had voor mij nog wel ronde langer mogen duren. Ja. Dit is echt zo'n partij waar je naar uitkijkt. Zeg maar. Gewoon elkaar slopen, dat is het. ja, klopt. Hier keken we ook met de groep echt naar uit, man. We zijn echt stil geweest tijdens dit partij. Gewoon echt om te concentreren kijken. Het heeft 3 rondes geduurd. Aan het einde van ronde 3 is het gebeurd, man. Bij 4 minuten en 17 seconden, man. Een submission, man. Geweldig, man. Shavkat laat toch echt zien wat hij ook weer is. En zijn uithoudingsvermogen.
zijn chin. Belangrijk. Echt waar. Ja, heel goed. Ja. Dus, ik zou alleen zeggen, niet meer zoveel oorlog gaan nemen, man. Die chin moet je toch wel bewaren, toch? Dat hou je niet lang vol, al die oorlogen. Nee, man. Echt niet. Ja, je hebt het met meerdere gezien, Katje en zo. Ja, ze hebben een oorlog geleverd en Ferguson. Maar ja, op een gegeven moment is het klaar. Gender oorlog geleverd. Op een gegeven moment houdt het op. Ja, dan, dan ga je niet meer redden. Dus, ja. Zeker, man. Maar hij is nog jong, dus het zou nog... Dit was jouw avond. Ja. Dit was jouw avond, man, Leon. Jouw shot op submission, tweede ronde, man. Ja. Ik geef ik er 2 punten voor, man. Ja. Ik heb maar 1 punt. Ik had alleen de vechter goed. Ik had een decision. Ja. En wat had ik had een choke toch gezegd? Of triangle choke, hè? Had ik gezegd. Ja, je had zelfs nog triangle choke gezegd. Ja. Nou, het was een bouncer choke. Maakt niet uit, het was wel een choke, weet je. Het laat wel zien dat je goed oplet. Ja, maar dan gaan we door naar de volgende, man. Dan gaan we door naar Matthias Gamra tegen Jalen Turner, man. Wauw. Ja, dit was een type matchup. Wrestler tegen een striker. Ja, en dat zag je ook terug. En ik vond het een beetje een saaie partij. Het ging wel over en weer, maar ja, toch Matthias Gamrot, die op een gegeven moment tweede ronde was, volgens mij op de derde ronde, toen maakte hij echt het verschil met de takedown. Derde ronde inderdaad. En zo wist je gewoon, het is klaar. Dit gaat hij volhouden. Ja, tweede ronde inderdaad ook. Ja, dus, hij heeft er wel 12 geland, hè, takedowns, en maar vier heeft hij kunnen landen van de 12. Dat laat toch wel weer zien dat Jalen Turner toch heeft getraind als een takedown defensor. Ja, maar geen takedowns tegengekregen. Strikes aardig op hetzelfde niveau. Dus significant strikes is iets meer natuurlijk voor Turner. Maar die takedowns stellen zwaar, hè. En controle natuurlijk. Ja. Ja. Total strikes zijn wel voor Matthias Gamrot, zie ik. Ja. Maar de significant strikes zijn echt wel met 10% meer voor Turner inderdaad, man. Klopt. Dus ja, en die takedowns en de controle, dan weet je Matthias Gamrot. Ja. Dus, ja. Ik vond het niet een bijzondere partij of zo. Nee, ik vond niet. Ik vond het ook niet zo'n bijzondere partij of zo. Ik heb sowieso met avonden als John Jones vecht, als een Habib Nurmagomedov vecht, als een Hamza Chimaev vecht, een Kamaru Usman en dat soort dingen. Weet je, als die vechters vechten, weet je, dan ben ik gewoon niet te genieten, man. Weet je, dan ik zit vol met zenuw en spanning, vooral met John Jones, zeker na 3 jaar terugkeren. Je weet helemaal niks meer. Weet je, dus het, voor mij was sowieso, mijn hart was alleen maar aan het knoppen. Ik moest mijn zenuwen in bedwang gaan houden. Het was niet leuk. Het was leuk pas toen John Jones de titel omhoog kon houden, weet je. Toen was het leuk. Zeker weten. Ja, maar ik vind toch wel dat je... Shafkat was ook wel een mooie partij. Ja, was zeker. Het was geen slecht event, hoor. Het was echt van top tot teen. Waren heel veel finishes. Het was een mooi event. Het waren leuke gevechten. Het was, als je een cijfer mag... Dit event heeft zelfs gehaald dat het ook de main event heeft zelfs de records gehaald van de beste heavyweight event ooit in de UFC. Ooit. Ook qua gate en dat soort dingen, weet je wel. Dus qua cijfers, qua gate is het de beste heavyweight event ooit geweest. Card en dat soort dingen. Dus ja, man. En John Jones pakt toch echt wel even die middies nu. Op de plek waar de korte zijde inderdaad, weet je. Ja, zeker weten. Maar we gaan door, man. We hadden bij Matthias Gamrot, even kijken hoor, hij heeft op punten gewonnen. Ja. Ik heb dit helemaal goed. Ik had Gamrot op punten, jij had natuurlijk Turner op punten. Ja. Dus deze mag je vergeten, Roos. Nee. Nou, dan gaan we door. Even kijken hoor, wie staat Bo er? Nickel. Bo Nichols inderdaad, en dit is dan gelijk de laatste. Ook Bo Nichols mag echt harder werken. Hè? Ja, ook al was het de eerste ronde submission, hij mag echt wel harder werken, man. Ja, ik vond het netjes een goed idee. En bleef rustig en beheerst. Vond je terecht, ondanks die trap op de ballen? Die knie op de ballen? Ja, dat kan gebeuren, weet je wel. Dat hoort. Ze zijn in protest gegaan, hè? Ze zijn in protest gegaan, man. Het kan zelfs een rematch gaan worden, dit. En dan wordt dit dadelijk een no contest. Oh, ja, maar ja, Bo Nichols die pakt dan de volgende. Ik denk het ook wel. Ik vond wel het begin trouwens dat Bo Nichols wilde pakken en die knie van Jamie Pickett, die zat er lekker op. Gewoon die klokje ook. Ja, dat is gewoon perfect. Gewoon vasthouden. Ja. Dus gewoon niet uit kunnen komen. Dus, ja.
Precies, man. Nog 2,5 minuten op te tellen, volgens mij. Dus 2 minuten. En toen tikte het. Ja, dus ja, ja, dat ja, echt, 2 minuten en 54 seconden, inderdaad. Ja, dus ja. Ja, als je zo vast ligt en ja, hij kwam er gewoon echt niet uit. Ja, op een gegeven moment gaat, ja, 2 submission attempts en bij de tweede had hij hem. Ja, dus ja, was mooi. En, ja, en dat voor iemand die net komt kijken, eigenlijk. Ja, dus daar kun je nog een hoop van verwachten. Maar als je zo lekker doorgroeit, dan, ja, dan wordt het. Ja. 4 partijen ongeslagen nu. Ja. En denk 4 je nog. Ja, dan zeg je het al, en je zit in de UFC, hè? Ja. En de main card gevocht ook, hè? Nou, dat is, ja. Ja, zeker, man. Petje af. Ja. Ja, 4 partijen inderdaad. Hij is nog jong. Gelukkig is hij nog jong, want hij moet nog best wel wat klimmen. Ja. Hier en daar mag hij wel wat verbeteren, maar dat komt wel goed, man. Dat komt wel goed. Ja. Ik vind ik wel. Ook, dus de spiermassa van Jamie Pickett vond ik echt wel meer dan van Bo Nickel. Dat is voor ja, ja. Ja, Jamie Pickett is echt gekomen om echt te vechten, man. Hij wil echt die opzet. Dat wou die. En ja. Ja, jammer hoe het een beetje is gelopen, maar eindgoed, altijd goed. Ja, klopt. En even kijken hoor. Bo Nickel, ja, we hadden het allebei ook goed, man. Submission eerste ronde hadden we bij de, de 3 punten erbij. En als we naar de puntenuitslag gaan, zo close, man. Je hebt 6 punten. Ja. Dat is veel, hoor. Ik heb er 7. Eentje meer. eentje meer, ja. Maar ik neem meer risico dan jij neemt. Ja, maar dat was met die partij door Gamrot en dat soort dingen, weet je wel. Dus, ja. Klopt, jij neemt zeker meer risico. En ik ben toch echt wat, ja, ik ben gewoon, ja. Ja, ook ik kan wel risico nemen, hoor. Ik heb risico genomen toen met Jan Blachowicz tegen Israel Adesanya. En ook dat Israel Adesanya van dingen van Jan Blachowicz verloor. Maar ook van Pereira. En later ook Jan Blachowicz tegen Ries. Ja. Die had ik ook goed. Weet je, dus daar nam ik de risks een beetje. Nee, hey Leon, leuk om je weer gesproken te hebben. Mijn stem is kapot, dus ik moest een beetje mijn stem inbinden. Ja, weet je, dus het was gezellig. Ik heb genoten van dit event. En, de volgende event is met Usman en Leon Edwards, man, nummer 3, man. Ja, dat wordt ook nog mooi. Ja, dat wordt ook wel net zo wordt als dit weekend, dan teken ik ervoor. Ja! Hey Leon, het zou mooi zijn dat de eerste ronde gewoon Leon Edwards headkick weer een keer. Dan ja, de eerste ronde. Je bent echt voor Leon? Nee, maar het zou gewoon vet zijn, weet je wel. Ja, want jij hebt wel getraind met Usman en dat soort dingen, toch? Ja, maar Usman is beest, jongen. Usman is beest. Ja. Ik denk dat hij goed gaat aanpassen, maar Leon Edwards moet je ook niet onderschatten, natuurlijk. Nee, zeker niet. Ik denk dat Leon Edwards... En hij is thuis nu ook weer, hè? Dus... Ja, daarom. Ja, het is, ja, wat bijzonder. Ik kan niet wachten, man. Ik kan niet wachten. Ik kan ook niet wachten om het weer met jou te bespreken. Komt en dan wens ik je nog een fijne week verder, man. En dan zien we elkaar snel, man. Leon, was gezellig, man. Dankjewel. Rustig aan, jongen. Rustig aan, broeder. Champs Talk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Champs Talk. Ouwe hoeren zonder rem op de knop. Champs Talk. Voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Champs Talk.